Goedemorgen, we gaan vandaag weer trainen. Ik ben bij Lef. We gaan dus trainen bij Hoogvliet. Zo, ik ben omgekleed. Trouwens, ik ben door naar de Southside Throwdown finale. Ik was 5e geworden in de qualifier. Echt super, ik ben heel blij. Dus daar gaan we hard voor trainen. Ja. Je moet 5 setjes doen, 10 ring swings en 10 hip touring. Oké, nu nog een transitieoefening van de muscle-up. Gaan we nu doen. Oké, ik ga een imom doen van 16 minuten. Beginnend met 6 straight handstand push-ups. Die ga ik opdelen in 2x3. En 3 touch and go power clean op 80%. De andere minuut. Dus niet allebei in 1 minuut, maar de ene minuut die en de andere minuut die. Let's go. Oh, dit was pittige. De eerste 3 ronden kon ik nog strikt handstand push-ups en toen deed ik er ook 6. Maar daarna, die power cleans zijn best wel zwaar. 58 kilo, volgens mij. Dus op een gegeven moment lukte het niet meer. Dus ging ik over naar het matje, de abmat. En dan deed ik er 7. En dat wordt op het eind ook echt heel pittig. Ja, strikt handstand push-ups zijn gewoon moeilijk. Oké, nu het laatste onderdeel. Dan zijn we klaar voor vandaag. Ik moet een 20 minuten M-rap doen. Van 1 strict handstand push-up. 2 squat cleans, 60 of 40 kilo. En 3 burpees.
Dus dat is best wel een lange. Dus dat gaan we gewoon rustig gaan beginnen. En gewoon op één tempo doorgaan. Let's go. Hé, doe er nou twee. Jemig. Oh. Je moet echt cleans zijn 40 kilo, dat is licht. En ik dacht in het begin, nou, die doe ik touch and go. Ja, dat, je hebt echt je energie en je hoofd ook nodig voor die cleans, anders mis je hem gewoon. Ik bedoel, het is 50%. Maar dat is toch echt wel... pittiger voor mijn benen ook. Maar gisteren hebben we ook hard gelopen en zo. Dus ik denk dat het ook daardoor gewoon komt. En ja, het is wel leuk om te zien hoe die handstand push-up gaan onder fatigue. En ik begon dus wel met alleen deze mat. En heb ik één ronde gedaan, denk ik. Toen dacht ik van, nou, laat ik gewoon die app met doen. Dan blijf ik ze ook gewoon goed doen. Dat was al zwaar genoeg, denk ik zo. Nou, ik ben 2 seconden klaar. Ik zit buzzweet in de auto. Lef, die heeft honger. Dus we moeten naar huis. Wel fijn dat je mee hebt geholpen met opruimen. Dankjewel. Oh, nee. Oh, dat was echt nog net oranje. Oh. Kijk, het is al dat ik al zweet het, maar het zweet breekt me uit. Hangry is die. Ja. Heel echt een mooie dag. Lef is aan het koken. Mag niet in de buurt komen. Als hij aan het koken is. Het is zo lekker pasta eten. Oh.
Heerlijk. Mijn chefkok. Zo, nu we gegeten hebben en gedoucht, ben ik met mijn scriptie bezig. Want ik mag gaan afstuderen in 3 maanden, denk ik, voor september. Dus bedenk ik me net dat ik ook nog voor mijn master in moet gaan schrijven. Maar oké, dat ga ik ook zo doen. En Lev is aan het werk. Die heeft zijn avonddienst. Dus ja. Kan ik lekker aan mijn scriptie zitten. En ga ik deze vlog even editen. Vanavond ook. Heb ik nog wat te vertellen. Bedankt voor het kijken. Doei, tot de volgende vlog.